Kaya van de Dikkenberg is binnen een jaar na de gemeenteraadsverkiezing uit de fractie van Lokaal Belang Doetinchem gestapt. De 24-jarige werd in 2022 met voorkeurstemmen als raadslid verkozen voor de lokale partij, maar besluit nu na 9 maanden om haar zetel mee te nemen en als eenmansfractie verder te gaan. Er zijn gewoon bepaalde dingen waar ik voor sta en dat heb ik nu niet helemaal goed kunnen laten zien. En was dat toen bij de verkiezingen anders? Ik ben er eigenlijk best wel blind ingestapt. Gewoon van, ja, weet je, ik wil het heel graag doen, maar ik heb natuurlijk nog geen ervaring in de politiek. En je hoopt gewoon dat het allemaal helemaal goed verloopt en dat je gewoon helemaal lekker jezelf kan laten zien. En helaas is dat niet zo gelopen. Van de Dikkenberg geeft aan zich meer in te willen zetten voor jongeren en tegen pesten en komt maar te weinig binnen haar fractie. De keuze om de partij te verlaten kwam voor fractievoorzitter Jeroen Hendriksen als donderslag bij heldere hemel. De traan is dichter bij de lach, als ik heel eerlijk ben. En hoe is dat voor de rest van de partij, bij de leden? Eigenlijk hetzelfde. Ik heb van de week iedereen moeten bellen. En eigenlijk heerst datzelfde gevoel overal. Ja, want hoe ging de samenwerking de afgelopen tijd tussen u en Kaya? Het ging de goede kant op, laat ik het zo zeggen. Dus daarom was het ook echt een donderslag wel. Je moet elkaar natuurlijk aan elkaar wennen als je net een nieuwe fractie bent. En dan moet je elkaar ook leren kennen. Ja, dan wordt het heel af en toe heel lastig. Ik begrijp dat hij het niet fijn vindt dat ik uit ben gestapt. Maar ik hoop in ieder geval dat we toch met respect voor elkaar om kunnen gaan. Van der Dikkenberg vindt dat ze op basis van de stemmen die zij zelf heeft gekregen in haar recht staat om de zetel mee te nemen. Daardoor voel ik me ook heel erg gesteund door die voorkeurstemmen om toch zeg maar zelf verder te gaan. Zodat ik toch kan opkomen voor de dingen die ik belangrijk vind in Doetinchem. En dat kon niet bij Lokaal Belang? Niet genoeg. Ja, ik vind het jammer dat ze de zetel meeneemt. U had liever de zetel in de eigen partij gehouden? Ik vind dat richting je kiezers eerlijker is. De Doetinchemse gemeenteraad kent na het uiteenvallen van Lokaal Belang nu 12 partijen. Ondanks dat ze nu als eenmansfractie verder gaat, kijkt Van der Dikkenberg niet op tegen het vele politieke werk. Ik denk dat het wel meevalt, omdat ik nu echt zeg maar, voor mezelf kan bepalen waar ik wel niet heen wil en meer aandacht kan geven aan de onderwerpen die ik belangrijk vind. Waardoor ik waarschijnlijk een iets betere balans kan krijgen in mijn energieverdeling. Lokaal Belang is na de afsplitsing gehalveerd tot 1 zetel. Na de eerdere gate rondom Van Tast, Henri George, Moisés de Châteleu is het de volgende klap voor de lokale partij. Desondanks bleef fractievoorzitter Hendriksen strijdbaar. Heel serieus, want ik sta er nog. En anders was ik ook weggelopen. U gaat door? Zeker. De hele partij gaat door? Zeker.